mensen, je kijkt naar Spooks en Snel van welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Online. We gaan het over gekke nieuwtjes hebben, Timo, vandaag. Ja, het zijn weer gekke nieuwtjes. En ja, vorige keer hadden we het al heel veel over de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Welke auto gaan we nemen? Doe die FMJ maar. Die lijkt me wel cool. De FMJ. Ja, die van GT. Dat is best cool, inderdaad. Ja, we gaan het ook vooral over Rio hebben, want die Olympische Spelen, dat is toch een gekkigheid, hè? Dat is echt gekkigheid. Mm-hmm. Nou, het eerste Rio-nieuwtje is dat officials die staan buiten het stadion Maracanã, daar in Rio de Janeiro. Dat is een mooi voetbalstadion. En ze zijn de sleutels kwijt. Oh. Oftewel, ze moesten met boltcutters de gate openbreken om erin te komen. Jazeker, het gebeurt gewoon. En al die toeristen staan ernaar te kijken. En het is zo ongeregeld zooitje, dat is niet normaal. 2 dagen voordat nu dus ceremonie is geweest, hè? 2 dagen voordat de ceremonie begon. 2 dagen voordat die ceremonie begon, is dat gebeurd. Boltcutters. Ja. Eerder deze week is het gereveeld trouwens dat 1400 atleten en zwemmers last kunnen hebben van al die virussen en zo. Ja. En van het water. Dat zijn 1400 mensen, topatleten, die nu gewoon ziek kunnen worden daar. Oh, alsjeblieft. Dank je. We moeten altijd samen rijden. Er is een high level of pollution in Rio's water, is dus ondervonden. En inderdaad, zoals er gezegd wordt, die atleten die kunnen allemaal ziek gaan worden, kunnen maagklachten krijgen. Het Zika-virus is daar zelfs nog, dat je misvormde baby's krijgt. Al dat soort dingen. Oh, heel sorry, gezellig. Oké. Dan hebben we het even over vice-president Joe Biden. Die vice-president. Die naast Obama president is dus. Nou, vice-president is... Oh, ik dacht dat hij vies was, zo van hij moet onder de douche. Nee. Dat is echt de oude kutgraf over vice-president. Ik ben ook weer oud. Je bent ook oud en kut. Nee, maar die plaatste vorige week, omdat Obama jarig was, 55 werd hij. Plaatste die een plaatje over de broederliefde die hij heeft. Met een armband. Een vriendschapsband. Met twee van hun voornamen erop. Weet je wel? Dan staan er zo met die blokjes staan die namen er zo bij. Aan zo'n armband. Nou, hij plaatste daar dus een foto van. Heel grappig. In 2008 waren ze nog beide in de race voor het presidentschap. En nu zijn het echt... tenminste, ze laten zien... op Instagram en weet ik veel wat, dat het echt broederliefde is. Friendship. Friendship bracelets. Dan een oude man uit Amerika, die zegt... Please send the police! I've been shot! Dat zei deze man, die per ongeluk is geschoten door de politie. Oké. Ja. Ja, inderdaad. Hij is per ongeluk neergeschoten door de politie. Terwijl die keihard schreeuwde van... Breng de politie! Ik ben neergeschoten! Hij werd wakker in het ziekenhuis uiteindelijk nadat hij werd neergeschoten. En hij vroeg als allereerste... Did they get the bad guys who shot me? Waarop deze vrouw moest reageren. Jerry, you were shot by the police. En hij kon hem niet geloven. Hij bleef maar zo van... Wat? Hij was helemaal flabbergasted. Hij zegt... Hier wordt uitgelegd, his eyes got huge, zijn ogen werden groot. En hij zei, no way, that was not the police that shot me. Waarop die vrouw weer reageert, I'm sorry, that absolutely was. En hij kan het maar niet geloven. Het bleek dus dat die officiers verkeerd naar een verkeerd huis werden gestuurd. Die konden de deur maar niet open krijgen, dus hebben ze die open gebroken. Terwijl die oude man die dacht, godje motje, wat gebeurt hier nou? Heel zielig. Het is echt een erge fout. Ik ben medelijden met die man. Ja, deze man die zegt ook van... hij kan niet begrijpen hoe dit is gebeurd. En er staat ook dat hij nog steeds de law enforcement respect. Maar hij kijkt toch wel een beetje anders nu naar politie. Ja. Dan hebben we een vrouw uit
Abbotsford. En dat is in Canada. Dat ligt in Canada. Bijna. Nou ja, dan praten ze op zich Engels, Amerikaans, Canadees. Allemaal hetzelfde. En die vrouw die is piloot. Die houdt ervan om in van die leuke vliegtuigjes te gaan vliegen. Van die kleine, kleinere vliegtuigjes, weet je wel. Dat vindt ze wel leuk. Nou, was ze dus lekker aan het vliegen. En zij was de co-piloot dit keer. En op het moment dat ze dacht van... alles gaat goed, gaat het flink fout. Want haar mobiel, die valt naar beneden. Oh, nee. Ja, haar mobiel valt naar beneden. Dus, dan ben je dure mobieltje ben je dan kwijt. En dan baal je natuurlijk enorm. Maar wat bleek... Uiteindelijk, wanneer ze naar huis was gegaan... heeft ze haar Find My Phone gebeuren aangezet, weet je wel. Dat heb je tegenwoordig met alles. En om te kijken of hij nog werkt misschien. Of hij nog aanstaat. Alles eigenlijk in die richting. En die vrouw die ziet ineens dat in een bepaald park... Stanley Park... Dat daar dat puntje zit. Dus zij gaat daar naartoe natuurlijk. Oh, om dat te onderzoeken. Het lijkt dus dat de telefoon in ieder geval in leven is. En zij vindt die telefoon in dat park. En wat blijkt? Die telefoon heeft geen enkel barst in het scherm. Wat? Uit een vliegtuig gevallen. Geen enkele barst in het scherm. Het is like oude Nokia van vroeger. Ongelooflijk, hè? Oftewel, she drops the phone out of the plane... En it lands in Stanley Park unscattered. Welke auto gaan we doen? De ETR1. Yes. Zo hebben we alles een beetje gehad. Dat is wel leuk. Oké. Het is ongelooflijk. What the fuck? Ik bedoel, die Nokia zo vroeger konden dat tegen. Ja, maar. Nou ja. Die vrouw die zegt ook van... dat was bij bossen, bij een pad. Daar is hij gevallen. Dus dan moet het 100% ook bomen hebben geraakt. Takken hebben geraakt. Helemaal on the way down. Maar de screen is uncracked. Er was vrij weinig mee aan de hand en hij werkt nog perfect. Oh, goede kwaliteit smartphone. Tja, wat zal het voor smartphone zijn? Dat stond er niet bij. Wat zal het zijn? Nu gaan we Apple fans hebben, Android fans hebben. Windows Phone. Sander. Ja? Yeah. Spoiler alert, ik heb die van jou gebroken. Hé ja, wat de hel? Waar is mijn spoiler? Ik moest... Spoiler, dat grappig. Timo. Ja. Dan hebben we nog weer iets uit Rio. En dat is wel een erge. In Groot-Brittannië... Of de Engelandse Olympiërs... Die hebben zes tassen met hun zwemkleding gestolen. Tenminste, die hebben dat niet gedaan. Maar dat is nu gestolen. Wat zorgt daarvoor... Dat zorgt ervoor dat ze niet eens zwemkleding hebben om over 2 dagen te beginnen. Nu dan 2 dagen wanneer we dit opnemen, maar dat is nu dus al gebeurd. Ze hebben zwemkleding tekort. Damn. Want het wordt gewoon gestolen. Het blijkt ook dat er gewoon water leaks is. Er zijn video's op internet waarbij je gewoon het hotel ziet. En je ziet in de trappen, in het traphuis zie je gewoon alleen maar water naar beneden gaan. Als een soort waterval. Wow. En het loopt helemaal blank daar. Dus zo erg is het. De mensen van Jamaica, de Olympiërs van Jamaica, die hebben zelfs een video gepost op Instagram. Waarbij ze in hun hotelkamer kwamen in het Olympisch dorp. Maar al het materiaal stond er nog. Al het bouwmateriaal. Huh? Oftewel, het was nog niet klaar. Of het was misschien net klaar, maar alles stond nog met materiaal en al. Henk, wij gaan naar huis. We halen maandag het spul wel op. Yo. Het is ongelooflijk hoe slecht het weer geregeld is. En natuurlijk zijn er ook dan nu die gezondheidskwesties. Oftewel, er zit alweer een hele grote wolk erboven. Dat is niet normaal. Dan is er iets waar mensen heel depressief van worden. Door de wetenschap is gebleken in Engeland... dat 1 op de 10 Engelse volwassenen... dat is dus 4 miljoen volwassenen in Groot-Brittannië... die worden... gestrest of krijgen helemaal spanning van te sloom internet. Oh, dan ben ik een Engelsman. En het kan zelfs zo ver gaan dat men moet huilen erom. Oftewel, sloom internet geeft mensen meer stress en dat is niet goed voor de mensen.
Ze gaan weer praten en zo over hoe ze het internet moeten aanpassen en weet ik veel allemaal wat. Er komt weer zo'n heel gebeuren bij kijken. En als allerlaatste heb ik nog een nieuwtje. En dat is dat Suicide Squad vorige week uitkwam. En de fans van Suicide Squad, die hebben nu een petitie getekend. Want je hebt van die websites zoals Metacritic en Rotten Tomatoes, waar die verzamelen alle reviews van gewoon de media, weet je wel, van kranten, van alles. Nou, is de media niet zo positief over Suicide Squad? Op Rotten Tomatoes heeft het al een gemiddelde van 3,5. Dus dat zijn best wel veel media heel negatief over Suicide Squad. Ja. Nou, zijn fans, er zijn genoeg DC-fans natuurlijk, want Suicide Squad hoort onder dat hele DC-universum met Batman en Superman, weet ik veel wat. En die zijn zo boos dat er op social media en helemaal een outrage is. Maar ook is er iemand die heeft een petitie gemaakt om Rotten Tomatoes offline te halen. Wauw. En waarom? Omdat het een verkeerd beeld kan geven aan andere mensen. Hij zegt, critics always give the DC Extended Universe movies just unjust bad reviews. Dus ze hebben het gewoon gemunt op ons, heeft hij meer. And that affects people's opinion. Omdat mensen natuurlijk ook gaan kijken naar Rotten Tomatoes en denken, nou, niet goed gereed. Nou, dan wacht ik wel even. Ja. Nou, op het moment van schrijven heeft die petitie al 7000 handtekeningen. Dat is best wel veel. Ja. Allemaal boze mensen die dat hebben getekend. En dan heeft alleen de creator nu het geedit, zijn clarification waarom hij dat heeft gemaakt. Niet om het offline te halen, zegt hij nu, maar om een message te versturen dat je niet per se moet letten op die slechte reviews. En dat een hoop mensen het wel leuk vinden. Het is wel een beetje cynisch, want op het moment dat dit nieuws uitkwam, niemand van al die 7000 boze mensen heeft de Suicide Squad nog gezien, want het was nog niet uit. Oh, wauw. Dus het is pure fan gebeuren. Dus ja, die message die is dan best wel een beetje distorted, want ze hebben hem zelf ook nog niet eens gezien of ze het ermee eens zijn of niet. Dus dan is het toch wel een beetje weer fandom. Dat is wel een beetje dubbel. Ja. Jongens en meisjes, dat was gek nieuws voor vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter. En dan spreken jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer. Doei doei. Later. Timo, die klok even wat verder weg nu. Maar je moet even goed duidelijk praten. Okay. In ieder geval. Outlast 2. Gedelayed. Tot Q1 van 2017. Dus hij komt niet eind dit jaar uit. Helaas. Voor heel veel mensen. Ik vind het niet erg.